Hey allemaal, ik ga zo het Bijbelverhaal vertellen. En als ik het Bijbelverhaal ga vertellen, dan doen we altijd de ene oor open, de andere oor open, de ogen open en de mond gaat op slot. Heel goed, luister goed. Mies, die rekt zich even heel goed uit. Ze gooit haar dekbed op de grond en stapt uit bed. Snel loopt ze naar het gordijn. Ze trekt het gordijn wijd open. Ook het raam gaat open. En Mies luistert naar de vogels. Ze zitten in een grote boom en kwekken er druk op los. Jullie ook een hele goede morgen, zegt Mies tegen de vogels. Mies is extra vrolijk vanmorgen, want vandaag is het een extra bijzondere dag. Vandaag begint op school een nieuw thema, lente. En Mies houdt van alle seizoenen. Ze is gek op ijsjes eten in de zomer. En in de herfst gooit ze het liefst alle blaadjes over zich heen. Mies is dol op schaatsen in de winter, maar de lente? De lente vindt Mies het allermooist. Het lijkt wel of in de lente iedereen een stukje vrolijker is. Van juf mogen de kinderen iets meenemen voor de thematafel. En Mies heeft wel 10 dingen klaar liggen om mee te nemen naar school. Ze heeft een bloembol, haar knuffelschaapje, een zelfgemaakt vogelnestje. En dat gaat allemaal in haar schooltas. En op haar stoel liggen haar fleurige kleren klaar. Een groene broek en een gele trui. En fluitend loopt Mies de trap af. Wat ben jij vrolijk en op tijd, zegt mama. Meestal moet ik je 3 keer roepen. En Mies gaat aan tafel zitten en neemt een slok drinken. Mam, vandaag is het een topdag. Vandaag gaan we werken over de lente. En ik ben benieuwd wat we allemaal gaan doen. Ik ben nog wel eens benieuwd, hè? Hebben jullie ook een speciale dag? En vinden jullie het ook leuk als wij met een nieuw thema gaan beginnen? Ik wacht jullie antwoorden af.